Hallo mensen van Michel, ik ben Michel Lugge. Jij kijkt naar deze gloednieuwe Clash Royale video. Vandaag webcam, tablet, ja hier, tablet. Bijna leeg, wow. Wow, het snoertje zit vast aan mijn nieuwe... Hoe vinden jullie mijn studiolamp trouwens? Ik heb een nieuwe studiolamp. En Rowan is er ook bij. En Rowan is er natuurlijk ook bij, dames en heren. We gaan gewoon weer een potje Clash Royale doen. Ik heb mijn tablet hier, ik ga mijn microfoon even wat hierheen, meer hierheen gaan. Jongens, laten we beginnen. We zijn hier in mijn tablet gedoe. Ik ga wel even mooi doneren, zo ben ik wel. Als de kwaliteit niet helemaal goed is, dat komt omdat mijn tablet maar 84p opneemt. En ik heb de kwaliteit zo hoog gezet dat het bijna heel hoog is. Zodat het bijna gewoon 720 is, wat ik normaal upload. Anders is de kwaliteit namelijk bagger als je het verleg gelijkt. 720, 480. 27, dat komt bijna anderhalf keer. 2,5 keer zoveel in. Wij gaan meedoen met deze man. Maar voordat we dat gaan doen, gaan wij dit deck maken. En wij gaan een deck maken. Ja? Dames en heren. Dat Ron en ik samen hebben samengesteld, samen met jullie. Dus als jullie veranderingen willen doorbrengen, laat het achter in de reacties. Wij gaan als eerst beginnen met de pijlen. Die vind ik altijd wel chill. En de boogschutters, die vind ik ook heel fijn. Daarnaast, Ramon, je kijkt mee. Wat gaan we als panzer gebruiken? Iets met heel veel HP en wat heel veel damage. We kunnen Golem gebruiken, P.E.K.K.A., Giant Skeleton. En volgens mij kan Koninklijke Reus ook wel. Dus. Wat willen we gebruiken? Ik zou gaan voor P.E.K.K.A. Gaan we P.E.K.K.A. gebruiken? Wij gaan P.E.K.K.A. gebruiken. Dus willen wij Zep houden? Wij houden Zep. We kunnen ook pijlen vervangen door vuurbal. Ik wil wel eens met vuurbal spelen. Oké. Wat wij nu gaan doen. Wat gaan we er nog meer in doen? Babydraak, denk ik. Babydraak kan erin. We doen natuurlijk ook hordegunstelingen die ik naar level 9 kan uppen. Natuurlijk, Skarmie willen we erin hebben. En wij willen. Kop dicht. Nee, ik doe geen hoop. Dus dit is ons deck. Nu. Ik heb er heel weinig aan mee beslist. Nou, jij hebt beslist. Ja, maar dat ging niet om. Dit is ons nieuwe deck, dames en heren. Wij gaan er eens even mee spelen. Als wizard. Ja, wachten op gevecht. We zoeken nog mensen. Dit gaat wel even duren. Iemand is aan het vragen voor een clan battle. Oké, dan vragen wij. Oh, het is de wifi. Onze wifi is een ruk aan het doen. Net deed hij het wel goed. Oké, we sluiten hem even af. Dus we sluiten de app even af. We starten Clash Royale even opnieuw op. Dat waarderen we wel. Als de wifi het nu wel goed doet. Want onze wifi moet het natuurlijk wel goed doen om het mooi te laten gaan. Ondertussen heb ik hier ook van die lampjes. Kijk, dit is echt prachtig. Ik heb daar een studielampje van die LED-lampjes onder mijn bureau. Nu doet hij het wel. Gelukkig. Nu is het wachten op clangenoot. Daar genieten we van. Jeetje, duurt het me veel te lang. Wij gaan gewoon een battle doen met dit deck. Dames en heren, let's go. We hebben iemand gevonden. Misha, niemand houdt van je. Nu wordt je leven donker. Wij gaan gewoon bezig. Wij moeten tegen iemand uit Iran of zoiets. Zou je haast denken met die tekens. Dat zijn geen Chinese tekens, ook geen Russische tekens. Ook geen Japanse tekens. Fuck. Ik wou zappen. Hij zet de boogschutters meteen achter me. Jongens, oké. Een beetje kaffen. We moeten een little bit kaffen. Dan gaan we dit vuurballen. Ik vind die bitch, die is wel echt scheid vervelend. Er zit een babydraak in. Uit mijn ervaring is babydraak wel sterk tegen bitch. Ja.
Oké, we hebben nu wel wat damage genomen door de lag die is gekomen. Maar dat maakt niet uit. We gaan meteen door. Oeh, Elite Barbs. Hier mis ik Zep toch wel. En nu mis ik Zep toch wel, hè? Ik hoop niet te veel damage nemen. Oké, nice. Ja, nou niet nice. Kijk hoe onze toren eruit ziet. En hij denkt nu van... Fuck. Minion hoort, die gaat op mijn toren af. Dat is niet echt fijn. Dat klopt. Minion hoort op je toren is niet echt fijn. We gaan dit zappen. Bam. Het heeft geen damage gedaan op de toren. Ik wou net Babydraak als verdediging inzetten. We hebben heel weinig elixir. Dan kunnen we niks als verdediging inzetten. Dat is niet echt slim. Hij doet freeze. Dat was niet mijn eerste keuze hierbij. Want zo'n Babydraak gaat echt met je toren killen. Dat gaat hij niet doen. Geloof me. We zetten een pack in de back. Pack in de back. Wow, het flitst. Het flitst helemaal. Mijn leven flitst voorbij. Ik zie mijn leven voorbij flitsen. Jeetje, dat gebeurt hem echt flink hard. Bam. Oh, we nemen wel echt wat damage hier. We nemen een mooie, lekkere vuurwal. Bam. Oké, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. En niet raak. Nee, daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik ga over naar de verschillende. Bam. Bam. Goed gespeeld. Ik vond het, wel... Hij heeft het wel nice gedaan. Hopelijk vinden jullie de kwaliteit niet te slecht. Dan is het ondertussen te kloten. We gaan nog een keer meedoen. Hopelijk doet hij nu wel. Nu doet hij het wel, dames en heren. Wat is zijn deck? Heeft hij Legends? Ik hoop het. Hij heeft geen Legends. Hij zit wel. Hij heeft wel Executioner. Dus ik ben niet te bang om te verliezen. Wij gaan vooral voor de... Zetten. Ik wil het heel graag vuurbal, maar ik heb geen vuurbal. Ik zet die Archers in. Archers, kom op, Archers. Take the baby dragon out. Gelukkig had ik nog niet gelukkig. Kom op, witch. Door. Doorlopen, witch. Die witch is echt een bitch. Oké, we zetten. Nice. We zetten Pekka in de back. Denk jij dat? Ja, nou nee, ik ga het niet. Ondertussen hou ik Zep klaar, want ik weet zeker dat hij Skarmus zo gaat doen. Nee, je gaat niet op de... Ik vuurbal het ook. What damage. Er zit hier boogschutters achter. Archers noem ik ze. Maar vooral moest ik het op het Nederlands zetten, dus... Weet je waarom niet? Dat is zo erg met Nederlands. Nederlands is een hele mooie taal natuurlijk. Hele mooie taal. Ja, dat zie je echt niet in mijn studio map. Let me go. Alleen dat flitsen is niet, denk ik. Bam. Let's go. Hij maakt ons bij hem niet wel even lekker wat damage op ons, hoor. Oei, is dit al een summon left? I don't hope so. Fuck. Ik ga het
voetballen. We need some time. We need some time. Nee, er komt wel de sudden death. Dood. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon als je lekker verdedigen. Well played, well played. Goed gespeeld. Laat ze het maar drie kronen. Ga het zien. Laat ze het maar drie kronen. Voor een kroontje. We gotta go. We need to go for. Ga ze drie kronen. Ze hebben het niet gedriekroond. Wauw. Oké, jongens. Maar dit was het weer voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Volgende keer gaan we even een chest openen. Hopelijk vonden jullie de kwaliteit niet te slecht. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet op blauw duimpje te smimmen. En dan zeg ik peace. Go back to the future.